de onverwachte ontmoeting tussen de familie Meiland en hun voormalige schoonmaakster Nadège Coffinet in het pittoreske Volendam heeft fans van het populaire televisieprogramma Château Meiland aangenaam verrast. Nadège, die tijdens de opnames van het programma Lief en Leed deelde met de Meilandjes, deelt haar opwinding over deze speciale ontmoeting in een interview met de Telegraaf. "Het was zo leuk om iedereen te zien," vertelt Nadège enthousiast. Vooral met Martien had ze meteen weer een sterke band. "Wat is Nederland ontzettend mooi. We hebben veel gewandeld, vooral in Volendam, waar ik zoveel bijzondere dingen heb gezien, zoals de traditionele klederdrachten." Nadat de Meiland-familie en het televisiekijkend publiek afscheid hadden genomen van Nadège, hebben er in hun levens aanzienlijke veranderingen plaatsgevonden, met name op het gebied van gezondheid. Bij Nadège werd enige tijd geleden kanker gediagnosticeerd, maar gelukkig gaat het inmiddels goed met haar. "Ik ben weer helemaal gezond en kan alles aan," laat ze weten. Tijdens haar bezoek aan Nederland verbleef Nadège in Côte Rosé, het nieuwe pension van haar voormalige werkgevers. "Ze hebben er echt iets prachtigs van gemaakt." De spannende ontmoeting tussen Nadège en de Meilandjes zal natuurlijk te zien zijn in een aflevering van Château Meiland. Hoewel de Meilandjes genieten van het gezelschap van hun voormalige schoonmaakster Nadège, is de relatie met hun voormalige vriendin Caroline van Ede een stuk minder hecht geworden. De verbannen huisvriendin heeft een boek geschreven waarin ze haar kant van het verhaal uitvoerig vertelt, zonder terughoudendheid. Voor meer details over het boek en de onthullingen die Caroline doet over Martien, Erika en Maxime, bekijk de video hieronder.